Niet alle kruiden zijn lievertjes hoor. Neem nu deze munt. Het is een echte imperialist. En je kunt dat zien. Haal die maar eens uit de pot. Al die witte uitlopers. Als je die niet in een pot inperkt, dan gaan die alle richtingen uit. En je vindt overal munt. Deze geurt heel lekker. Het is eau de Cologne munt. Ruikt echt naar dat eeuwenoud parfum. Goed, wat gaan we dan doen? Hoe kunnen we dat tegenhouden? Ook door een pot, maar een grotere pot. En ik heb een grote pot gevonden. En ik heb er de bodem uitgesneden. Dus, goocheltruc, je kunt er zo doorkijken. Hè? Je ziet het. Ik heb het gat al gemaakt, net groot genoeg. Groot genoeg, dat wil zeggen dat de potrand boven de grond moet blijven. Waarom? Als die gelijk is met de grond, gaan die worteluitlopers nog altijd kunnen ontsnappen. Dus ik kan op deze zalige aprildag die munt opnieuw gaan planten in die pot. Grond erin scheppen eerst natuurlijk. Want veel mensen hebben de neiging ook van hun planten te begraven. Je mag planten in feite nooit dieper zetten. Of het nu bomen, struiken of wat dan ook is. Nooit dieper dan ze in de pot of in de kwekerij stonden. En dat gaan we ook met deze munt doen. Want alhoewel hij een echte woekeraar is, gaan we die toch met de nodige egaars behandelen. Dus de munt gaat hierin. Zo, nog een beetje aanvullen. Want we gaan die munt even goed behandelen als welke andere plant ook. Maar zo, hij kan groeien. Maar niet verder dan wij zelf willen. We blijven de baas.